Het werd er van thuis eigenlijk al ingebracht. Hè? Ja, mijn vader was het spoor. Ja, maar ja. En dan werd hij gestimuleerd. Stond ik gewoon op de springen, laat ik het zo stellen. En, om bij de spoorwegen te komen. Ik ben in Boksel begonnen in 1956 als loopjongen. En daar heb ik tot 18 is dat dan. En toen ben ik in de rangeerdienst, op het perron en in de rangeerdienst terechtgekomen. Toen zag ik hun dus met de stoomblokken aankomen. Want dat is eigenlijk mijn stoomtijd geweest, laat ik het zo stellen. Toen ben ik in militaire dienst gegaan, 2 jaar. En teruggekomen en toen heb ik postendienst gedaan en dergelijke. Dat was de dubbele overweg, dus de overwegbomen, die dubbele overweg, ja, die er nog is. Maar toen stond er nog zo'n duiventil. Dat was werk op hoog niveau. En in S de blokpost. Oh ja. En daar had je ook nog een sein bij, dat weet jullie nog wel. Ja, dat weet ik ook wel. En nog een sein bedienen. Dus dat je hem daar veilig zette. Maar dat was eigenlijk alleen maar voor de loslijn. Dat was als er goederentreinen kwamen om even wagens te lossen, op de loslijn te plaatsen. Van Zwolle Emmen. Dat was de eerste lijn die ik dus meekreeg als leerling machinist. En dan moest je dus stoken en fijn. Zo'n machinist. Die gaf je aanwijzingen, zus moet je doen en zus. Echt een leraar, zeg maar, die je dus opleidde. We kregen toevallig van de Engelsen dus, de Engelse karren zoals we die noemen, die hadden ook wel gekend hebben. En later kregen we ook nog Zweedse karren, een goederentreinlok en een sneltreinlok. Je moest dus water hebben en kolen hebben en daar begon het bij. Dat moest er opgestookt worden. Dan namen ze van die takkenbossen, die hadden ook nog van die loodsen, maar van die takkenbossen. En dan kon je het vuur aanmaken. Zo'n machinist werd ook afgerekend op zijn kolenverbruik. Als hij zuinig reed, dus weinig kolen verbruikte tijdens de rit, was hij dus goed voor de maatschappij en dat werd beloond met een kolenpremie. Een aanvulling op je salaris dat ook doorwerkte in je pensioen. Dus hoe zuiniger zo'n machinist kon rijden, hoe beter dat was voor de machinist en voor de maatschappij. En dat werkt natuurlijk ook de andere kant op. Hè. Als je dus meer verbruikte dan men had berekend wat je zou moeten verbruiken op een rit, had je ook wat uit te leggen en had je ook een probleem. De tender, dat wagentje dat achter de locomotief zit, daar werden de kolen geschept. En dan had je die vuurkist, die had open, er was zo'n vuurdeur. En dan kon je zo stoken. En dat duurde lang hoor, voordat je een beetje stoom kreeg. En als je er eenmaal een beetje stoom kreeg, kon je er een blazer aan zetten. Dat die dus een beetje beter trek kreeg, hè, zeg maar. Hè. En als je eenmaal ging rijden, dan moest je zorgen dat je de cilinders van de locomotief, zat onderin, zaten er allemaal kleine kraantjes. En die kon dan bij een handel, kon je al die kranen in één keer openzetten. Want die stoom die condenseert weer. En dan zijn er weer water in die cilinders en dat moet niet, want die kenden niet samen drukbaar. En dan ging de deksel in en dan zei die stoom eruit vliegen. Dus we dat zagen dat er stoom was, dan konden we gaan rijden. Nou, dan gingen wij dus van de Bos naar Boksel. En dan werd heel die trein die werd eerst helemaal nog gegroepeerd. Ja. Dat moest allemaal goed gerangeerd worden. En dan stond in Boksel, hadden dus een kopspoor. Aan de zuidkant is dat niet? Het zuid, ja. Ja, dan ook kopsporen en daar lieten ze hem binnenkomen. Ja. Ja. En dan gingen wij Liemde, Schijndel, Veghel, Ude, Mil, Abs, Beugenhoeven, Schennep. Met mistrijden, dat was natuurlijk voor hun helemaal verschrikkelijk. Hè? En vooral toen nog mijn arm zijn, want dan zag je die licht, zag je eigenlijk pas op het laatste moment. Ja, dat waren van die petrolampjes die in die seinen zitten. Hè? Een klein pitje. Zo'n groeiende pit, zeg maar. Meer niet. En daar moest je goed mee uitkijken. Die mocht er ook helemaal geen bril dragen, hè? Machinist niet, hè? Nee. Ik heb bijvoorbeeld een koe voor de trein gehad. Nou, dat is helemaal waar, hoor. En het was zo'n kort treintje, hè? Nou, die ging er helemaal overheen. Maar dan een klap. En alle luchtslangen die waren omhoog gevlogen, weet je wel. Als je ze omhoog doet, dan schieten ze een klos ook, hè? Nou, ik was allemaal lucht kwijt en daar staat het daar in die derry, want dat is een derry, hoor. Nou, en dan moeten die luchtslangen weer vastmaken en dan moeten we kijken waar is die gebleven. Dan moesten wij of gewoon kijken of er een huis stond, als ze toevallig telefoon hadden. Wij hadden niks. Zo'n 1200 meter hadden we weer volgende seinen en bij die seinen hadden we daar ook, kon je dan bellen, maar meestal...
Meestal gingen we kijken of er een boerderij of net is in de buurt. Mijn aanrijding, dat wij dan een 500-600 meter terug moesten lopen, dan moesten we klappers gaan leggen. Ja. Wij hadden klappers in ons stad en dan moesten we klappers op het spoor leggen. Dan reed dan de volgende trein, die reed erover en dan dat maakte een herrie, nog zo. De waarschuwing dat wij een aanrijding hadden, dat ze niet doorreden natuurlijk. 1200 meter tussen twee zijdedeuren, zeg maar, dan moet je stil kunnen zitten. De conducteur die maakte meestal het treinrapport klaar en die moest dan berekenen het gewicht. En de beremming, en daar moesten we dat briefje, dat kreeg dan de machinist. Ja. En van daaruit kon hij rekening houden met het remmen. Als je trein had van 60 wagens of je had er een van 20 wagens, dat was natuurlijk een hoop verschil in. En ik heb lang nog, wij zijn toen van de goederentrein afgegaan en toen moesten wij toch nog in Boksel de treinen opnemen. En de tonnage berekenen en alles. Ik kreeg hij gaf Louis de stelnummers door. En het rembriefje. Ik schreef op treinrapport onze namen op. Ja. Nou, en dan gingen we rijden. Aan de dorpskant dan gingen de treinen naar Den Bosch. En aan de andere kant gingen de treinen richting Limburg of richting het zuiden. Dus eerste, tweede en derde klas had je vroeger, maar dat was eigenlijk ook nog wel een beetje in het stoomtijdperk. Met de elektrische trein en de dieseltrein was het voor het eerste en tweede klas. Ja, dat is nu nog. Vroeger de bakjes, die waren allemaal afgesloten. Eén deur erin en met 8 man erin, als het vol is. Ja, maar dat was dus in rijtuig, hè? Dan had je de gang langs. En de jongelui die deed altijd, gingen er allemaal langs lopen, want die zochten altijd de plek, maar niks... Maar niks was, dan konden ze er met z'n tweeën blijven zitten. Dat werd voor gedaan, ja. Hij is de baas. De chef van de trein. De chef van de trein. Dat waren mooie tijden, ja.